Welkom allemaal in de meest speciale week van het jaar. De week dat iedereen leest. We vertellen u het verhaal van de familie van Voorlezen. De prachtige dikke buik van mevrouwtje van Voorlezen was ontploft met een gigantische knop. Maar daar kwamen de twee eerste geitjes tevoorschijn. En dit zijn Walt en Dree. Of nee, misschien is het omgekeerd. Ja, bij de familie van Voorlezen is niet zeker. Behalve het voorlezen zelf. Kijk, ze worden al ongeduldig, die twee kleine geitjes. Oei, schrikt de papegaai. Oei. Oei, schrikt de neushoorn. Dat is een neushoorn. Kijk eens, met een hele grote neus. Ja, papegaai. Oei, schrikt de papegaai. Oei, schrikt de dolfijn. Ah, dag dolfijn. Ga je een kusje geven? Go. Ja, go. Oké, dan gaan we naar de olifant. Oei, schrikt de olifant. Schrikt de krokodil. Oei, 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 schrikt de pandabeer. Oei, 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 oei. Wat is dat? Oh ja, een trompet. Leuk, hè? Nog een keer. Neus. Oei. Ja, voorlezen is soms niets anders dan gewoon een beetje geluid maken en een beetje zot doen, eigenlijk. Ja! En herhalen. Oh, die kleine geitjes die houden zo van herhalen. Nog een keer. Maar soms dan haalden ze een schat tevoorschijn. Zullen wij... Ja? Oh, wat is dat? Een schat? Willen jullie de schat horen? Kijk dan morgen terug. Tot morgen. Oh, ja, 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 ja. Oh, dat is... Wat is dat?